Mijn naam is Theo Koerts. Ik uh, ben melkveespecialist bij, uh, bij Yara, voor de Benelux. Ik uh, doe dit werk nu vier jaar en ik uh, mag jullie uh, vandaag iets vertellen over selenium. En als uh, onderwerp heb ik gekozen selenium voeren of bemesten. Daar zit nogal een beetje verschil tussen. Voor eerst, ja, waar beginnen we mee? Waarom is selenium nou daadwerkelijk zo belangrijk? Ja, voor die koeien is het belangrijk. Dat is een ding dat zeker is. Het werkt ontstekingremmend. Het... Uh, het is beschermd tegen vrije radicalen, dus alles wat aanvallen wil op die koe in dat lijf. Daar zorgt selenium voor om een stuk weerstand te krijgen. En een stukje vruchtbaarheid en het opbouwen van de DNA. En vooral ook die vruchtbaarheid wordt meegenomen, maar ook het celgetal is een ja, heel belangrijk punt. Seleniumtekort kan leiden tot nou, een afname van de melkgift. Nou, dan moet het wel heel extreem zijn We willen tot een afname van melkgift komen. Je hebt over het algemeen, zijn het wat uh, wazige klachten. Uh, wat je wel heel goed kunt merken, en daar hebben wel heel veel mensen ervaring mee, zwakke kalveren bij de geboorte. Als je in het uh, kalverrok bent en je biedt je kalver aan het voeren en ja, hij wil niet drinken, hij wil zijn kop niet in de emmer en dat gaat allemaal lastig. Ja, uh, ik weet uit mijn eigen jeugd dat ik dat een verschrikkelijk iets vond. Dus dat is iets wat de meeste mensen dan wel zien. Verhoogd kan op heel veel plaatsen kan het, uh, zitten, maar het kan een steuntje wezen om met je selenium daar wat aan te doen. Als het echt heel erg ernstig is, dan zie je dus toch ook terugleiden tot uh, mastitis, uh, gewichtsontsteking. Allemaal van die vage klachten, uh, levende en gedegenereerd spierweefsel. Oftewel, die koe die voldoet gewoon niet meer, die groeit gewoon niet goed meer. Dus dat zijn in ieder geval puntjes om nou ja, op te letten. Hoe komt selenium in mijn koe? Ja, dat is een aantal wegen, uh, via het ruwvoer natuurlijk. Alleen in Nederland in de bodem zit niet zo heel veel selenium. Uh, hier en daar een klein plaatje nageladen, dus altijd toch wel naar je bodemanalyse kijken. Laat onderzoeken of er ook selenium in je bodem zit. Maar eigenlijk in heel Nederland zie je daar toch echt een tekort. Uh, hoe komt het verder in die koe? Via mengvoer. Dat is een, uh, een punt waar het uh, bijgeschept wordt, dus daar zit het in. In alle uh, uh, grondstoffen zit het in. En natuurlijk via mineralenmengsels. Mineraalmengsels, je hebt verschillende soorten, daar zal ik straks nog even iets meer over vertellen. Uh, Via bolussen kan het erin komen. Nou, en dat is het, uh, ook wel een eentje, maar dat is ook wel heel bewerkelijk. Uh, en een eentje die ik er eigenlijk nog bij kan noemen is ook: uh, er zijn mensen die spuiten hun vazen en hun koeien in de droogstand met selenium. Kan ook nog, dat is ook nog een optie. Maar dat is ook een dure oplossing. Maar zo kun je selenium in je koeien krijgen. Ik uh, ben begonnen bij uh, Jara bij en toen werd ik eigenlijk uh, vrijwel direct uitgenodigd om uh, een voerproef te helpen begeleiden in de Algoi in het zuiden van uh, Duitsland. Wat hartstikke interessant. Bij uh, Herrooser, uh, een uh, melkveebedrijf daar, hebben we een test gedaan. Uh, eigenlijk om in de praktijk te testen: wat doet uh, een seleniumbemesting. als je een bemesting uitvoert, wat gebeurt er dan met je kuil en wat gebeurt er uiteindelijk met je koeien. Dus wat is er gedaan? Ze hebben 10 hectare uh, uitgezocht. Uh, ik heb wel een paar keer geluk gehad dat ik er kwam dat alles onder de sneeuw lag, dus het was wel uh, grappig, moest ik het gras zoeken onder 10 centimeter sneeuw. Uh, maar die 10 hectare die hebben ze bemest met weidesol van. Nou ten eerste wou die beste man niet zoveel bemesten, dus ik zeg van ga nu even naar de normale hoeveelheden. Uh, in Zuid-Duitsland wordt ja, een 120 tot, uh, tot uh, 200 kilo product gegooid. Toch een beetje opladerschroeven, dat het toch een beetje normale hoeveelheden kwam, een beetje ook vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Uh, die kuil die is apart opgepakt. Die hebben dat in een, uh, niet in een voersilo, maar in een gat in de grond. Zo'n zo grote buis met een klem erboven. Daar werd die uh, ingekuild. Dus echt helemaal apart, die 10 hectare. Die is gewoon bemest. En dat voer hebben ze eruit gehaald. Dat hebben ze tussen 26 juli en 25 september hebben ze die, uh, gevoerd. Dus hebben ze uh, alleen van dat spul gevoerd aan de complete veestapel, de melkveestapel. En voor en na deze periode hebben ze gewoon getest bloedtesten gedaan. Dus hoe praktisch kun je het maken. Gewoon kijken wat zit er in het bloed dan en wat zit er in het bloed als ik het gevoerd heb en zes weken later. Dus op die manier is het getest. Uh, wat ook nog wel belangrijk is, het is door een onafhankelijk laboratorium onderzocht. Dus niet iets van uh, dat we het zelf uh, uitgedokterd hebben. We hebben dat ook gewoon door de dierarts laten doen. Dit zijn de, een aantal koeien die erbij stonden. Nou hier zie je dus ook uh, dat eigenlijk alle koeien uh, uh, te weinig uh, selenium in het bloed hadden. Alles wat rood is, is te weinig. Eén uh, is groen. Nou ja, dat is dus een van de dingen die zometeen nog wel even te, te sprake komt. Als je uh, mineralenmengsel voert en er zit niet in, uh, heb je uh, een aantal beesten die het wel voldoende krijgen, voldoende binnenkrijgen, en een heel veel beesten niet. Uh, dat ligt een beetje aan de vorm, maar daar kom ik straks nog even op terug. Wat hebben we gedaan? Uh, na de, de periode hebben we alles getest en daar zie je dus gewoon dat alle koeien netjes binnen de waardes zijn gekomen, behalve de laatste, maar dat is ook logisch, want die heeft het voer niet gevreden. Dat was gewoon een testkoe, dat is een vaars die ze daarnaast hebben getest om te kijken van ja, uh, ligt het niet aan het jaar of ligt het niet aan het jachtijde of dat je daardoor een verschil door zou kunnen krijgen. Naast dat ze dit gevoerd hebben, hebben ze gewoon, zijn ze de normale selenium mengsel of de normale mineralenmengsel blijven voeren. Hier zit seleniet in, maar nou, daar komen we dus bij een puntje. De meeste gewoon schone standaard mineralenmengsels, bevatten seleniet. En dit wordt slecht opgenomen of minder goed opgenomen door de koeien. Een aantal koeien kunnen het wel opnemen. Dus tijdens deze proef werd het ook gewoon de normale hoeveelheid bijgevoerd, die ze normaal ook deden. Dus daar is geen onderscheid in. Dus dat is een, uh, een puntje van. Uh, als je mineralen wilt voeren en je wilt het wel goed opgenomen krijgen, zorg dan dat je mineralen voert met uh, natrium selenaat erin. Het is een heel makkelijk, ezelsbruggetje. Seleniet van niet. Selenaat positiever. Daar ja, wordt het wel goed door opgenomen. Dan zit het daarna aminozuur gebonden. Wordt het onbeperkt opgenomen. En zie je dat het ook zelfs nog opgeslagen wordt in uh, gedeeltes van het lichaam. Dus hebben ze een soort buffer. Hoe krijg ik de selenium in mijn koeien? Nou, dat is dus een mineralenmengsel. Dus vaak als een, uh, de, het selenietverhaal wat ik net al vertelde. Uh, daar is de opname is duidelijk een stukje minder van. Uh, via, via mineralen is duur, over het algemeen. Zeker als je die uh, speciale mineralen gaat doen. En het verdelen over het ruwvoer. Kijk, als je het in een mengwagen gooit en je gooit het op één hoek van de mengwagen, dan moet het toch wel behoorlijk draaien en mengen om het door het hele pakket heen te krijgen. Dus dat is ook nog een lastige. Bolussen. Nou, ik denk altijd terug aan mijn moeder. Die vertelde vroeger altijd van, daar kwam de boerderij die kwam binnen en er stond er een prachtige foto van een koe die zijn kop omhoog hield, waar een dame een bolus in zo'n koe drukte. Nou, wij als uh, in de praktijk wel het toch altijd een beetje anders. Als we bolen moesten geven, dan was niet iedereen zo blij mee. Dat was altijd een gevecht met die koeien. Dus veel werk. Uh, bolen zijn ook duur. Wat is nu een makkelijke oplossing? Via de bemesting. Als je het via de bemesting doet en je gaat het in de vorm van cellenaar bemesten, wordt het opgenomen door het gras. En dan merk je ook als je het dan in een uh, mengwagen gooit, verdeelt het heel goed door die, door die wagen heen. Dus de koeien die kunnen het goed opgenomen. Het is in de vorm van. Uh, Selenaat wordt het dan, uh, of als aan uh, aminozuur gebonden, selenium, wordt super opgenomen door die koeien. Dus het is ook een, uh, uh, snel opneembaar, je ziet die bloedniveaus ook heel snel stijgen. Het is makkelijk om het toe te dienen. Dus als je het via de kunstbestrooier doet, uh, je hoeft niks extra's te doen, geen extra handeling. Je gaat met je kunstbestrooier rond wandelen. Als je normaal ook de bemesting uitvoert, doe je dat nu ook. Alleen je doet het dan via je bemesting in. En het is eigenlijk ook nog heel goedkoop. Uh, ...als je omrekent wat het uh, per kilogram droge stof en wat de gemiddelde opname van de koe is... ...is het iets meer dan een cent per dag wat het bij, voor een koe kost. Dus ook qua kosten is het ook een hele interessante. Dus daar ook zeker niet uh, om na te laden. Nou, wat is ons advies dus? Ons advies is, ja, het is een, ja, verrassing, een product van Yara. Deze hebben we zo uitgedokterd dat die in ieder geval qua stikstofsamenstelling... Perfect aanvult en zeker ook voor het voorjaar. Ammonium-nitraatverdeling half-half, dus dat is uh, perfect. Wat we daarin hebben gedaan is de zwavel en in de verhouding 4-staat-O3, dus 4 uh, stikstof, 3 zwaveltrioxide, uh, dus de SO3. Um, dat is de juiste verhouding. Uh, en daarnaast nog een beetje calcium, dus deze meststof werkt zeker niet verzurend of minder verzurend dan dat je een meststof hebt waar geen uh, vulstof in zit. En de 10 ppm selenium. Eén opmerking daarbij nog is: er zijn mensen die zeggen van hij is wel eens wat te hoog aan selenium. Nou ja, selenium, als je een te hoog selenium haalt, dus je gaat bijvoorbeeld boven een waarde van 500, kan het zijn dat je te vroeg geoogst hebt. Dus een kleine snede. Uh, selenium wordt heel snel opgenomen. In de eerste 14 dagen van na het strooien wordt hij super opgenomen. Als je dan het, uh, ook direct daarna gaat maaien, ja, dan krijg je hoge concentraties. Is niet gevaarlijk voor koeien. Volgens de wetgeving is dat wat lastig. Maar over het algemeen uh, hoef je echt niet bang te wezen voor dat je koeien te veel krijgt. Maar dat is nog wel een, een dingetje om op te letten. Bedankt voor uw aandacht. En ik, uh, als u nog meer vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd bij ons op yara.com .yara de vragen naartoe sturen.